Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe video Kramercraft. Ik ben jullie gastheer Marco, zoals altijd. En vandaag gaan we even een kijkje nemen in World of Warships. Ik heb dit spel al denk ik wel ruim 200 uur gespeeld nu. Dus voor mij is geen kijkje meer, voor mij is het echt Game of the Year, I think. Voor mij dan. Want dit is gewoon een ongelooflijk spel. Het is echt ongelooflijk goed gemaakt en het is ongelooflijk leuk om te spelen. Ik zit nu in een level 4 Wyoming van een Amerikaanse fleet. Dit is een battleship. En nou, dit is mijn team. En we spelen weer tegen bots. Voor mij is iets mis met het systeem. Je speelt alleen maar tegen bots. Nou, onder mij hebben we nog South Carolina in Kawashi in Phoenix. En Phoenix en Phoenix en Kuma in St. Louis in Wakatake, Japans, en nog een Wakatake, dat is Japanse schepen. En die varen allemaal een beetje pieken op en ik ben een beetje alleen, dus ik ga even een fire support. Want ik weet nooit wat hier om de hoek heen komt. Nou, hier we de map. Dit is de map waar je in kunt spelen. Ik kan niet buiten de lijntjes gaan. Autopilot mode enabled. Oh. Autopilot mode disabled. Dus je weet nooit wat hier komt. En dat is een beetje vervelend. Kan heel vervelend zijn. 6 guns. 6 hele grote guns. Ja. En laat maar uit. Ik heb HP. HE shells. HE explosions. En ik heb AP. Armor piercing shells. En we hebben South Carolina mines. Oh, lekker. En ik heb brandplussen. En repair, als ik geraakt word door torpedo's, dan kan ik mezelf repairen, dat ik flooding stop, dat het niet meer gaat zinken. En ik kan, bij deze schip kan ik ship healen. Ik kan niet bij elke ship, maar bij deze toevallig altijd wel. En we hebben dan South Carolina 19.000 health. Lot of damage. Maar ja, kanon op deze duurt 30 seconden om te een little bit jammer, maar het komt nog terug door. Henk heeft het spel ook. We zullen vast wel een keer samen samen spelen. Er is alleen maar deze mode, deze multiplayer mode die doen. Het is nog een heel vaak in betere spel. De Duitse en de Soviet units leger is zojuist pas bijgekomen. Dus dat zegt al genoeg over hoe het spel een beter is. Zo. Hello, that's gonna hit. One is gonna hit. Yes, got a hit. Oh, he was in a skit. Die South Carolina is hier echt niet gefocust op mij. Dat kan goed zijn, maar kan ook slecht zijn. Oeh, dat was zo 2 hits. Ik hou van hits. Okay, dus, ja, hij is gefocust op mij. Ja, yep. Oké. Okay. Nu hebben we net vuur, was er net vet. Nou, dan druk ik op R. En dan is vuur in feite gewoon geblust. Ah, we gaan wel destroyen hoor, dat is geen probleem. Het is een South Carolina, ik kom op toch. Ik heb hem ook wel gehad, het is wel een goede schip hoor. South Carolina is alles behalve een slecht schip. Tien hits, oh niet slecht. Ik sta nog steeds in fik. Ik kan niet mijn brandblus gebruiken, maar ik moet eerst even herladen. Jammer. Ah, het doet het vet niet. Ik heb geschoten aan twee zijkanten. Dat vind ik wel eerlijk.
Got him. Oh, ik geniet hiervan, ik vond het lekker. Tadaai. Bam blussen. Heel belangrijk hè, bam blussen. Schip. Got him. We hebben nog een Wallington over daar. Dat is hetzelfde level als Rick, maar kijk naar mijn helft, kijk naar zijn helft. Ik denk dat we zo gaan zinken. Ook al is hij wel niet goed voor ons zitten met mij. Hij is niet geprofesteerd op mij, dat is altijd. Oké, hij is wel geprofesteerd op mij. Nou, leuk dat je gekend hebt. Oh, hij overleefde. Kijk, ga ik dood. Oké, mijn schip splitst zelf in tweeën. Sorry crew. Maar we hebben wel twee kills. Dat is nice. Hij zinkt wel leuk deze. Nee, dat is een beetje verschillende animation hoe een schip zinkt. Hij is wel iets gekanteld zie ik. Nou, we krijgen bij een van onze schepen. Die is niks aan het doen. We hebben nu St. Louis tegen een upgraded St. Louis tegen een Wallington. Ja. St. Louis is wel mooi schepen. Oeh. Dat doet zeer dat dat wel. Waarom ga je stil liggen? Hij heeft als eentje gestopt. Ah, hij is een reverse, oh. Dus zeg maar, een reverse. Ergens doet een reverse. Ik ga altijd recht vooruit. En moet je maar draaien. Ah, deze St. Louis die heeft... om eerlijk te zijn geen schijn van kans. Ook heeft zijn guns 30 seconden laadtijd. Deze 5 seconden, 1 of 2 seconden, weet ik niet meer. Ik heb mijn St. Louis al verkocht. Gebruik er lang niet meer. Ik heb mijn St. Louis full upgraded. South Carolina full upgraded. Heel veel schepen gewoon full upgraded verkocht. Zodra ik die schip niet meer gebruik, dan heb ik sowieso wat moeite mee. Ik ga hem verkopen. En dan zie ik het wel. De tactiek hij nu speelt, heen en weer varen, dat is niet echt... goede tactiek. Oké, hij is nu raak. Hij wil nu graag torpedo's. Vier torpedo's? Ja, hij is dood. Hij was vol geraakt door torpedo's. Torpedo's is een hel. Als je ze niet hebt en je wordt geraakt door torpedo's, is torpedo's echt een hel. Nou, 31.744 golden points. Golden... munten, 562 zilver XP en 29 goud XP. Ik zal het zo uitleggen wat het verschillende XP doet. Je hebt zilver XP en je hebt golden XP. Zilver XP hoort bij een bepaald schip. Die kun je niet omwisselen per schip.
Maar de gouden XP, die gaat in universaal over. Die kunnen bij elke land meedoen. En waarom we mijn dingen aan u laten? Dat is lekker vervelend. Kom op. Oh ja. Dat was wel raar. Nou, even kijken naar modules. Nou, mijn Wallington. Mijn Warming. Nou, ik weet fucking hoe je het moet noemen. Maar goed, die is feiten voor upgraded. Alleen ik ga deze niet upgraden, van ik ga voor de Legacy. En dat is een vliegtuigschip. Deze schip zoals jullie zien. En daar ga ik voor. Ik wil graag met vliegtuigschepen werken. Dat lijkt me wel leuk. Dan zit je ergens achter de map en dan heb je uiteindelijk toch de meeste kills, de meeste hitpoints. Omdat de vliegtuigen die zijn 4-5 keer zo snel als een schip. Zelfs sneller dan een Wicked, een torpedoschip. Die heeft een top speed van... Even kijken hoor. Wij zullen top speed. 34 knops, 34,5 knops. Dus bijna 35. En deze, die heeft een top speed van 35,5. Deze is zelfs sneller dan de Wicked. Maar alsnog, de vliegtuig is al veel sneller. Die vliegen die heeft geen weerstand van het water. Dus dat zijn veel snellere dingen. En ze hebben gewoon bommen en torpedo's en ze kunnen op je schieten. Dus, ja, ze delen gewoon veel meer hitpoints uit. En dat is de hitpoints die je nodig hebt. Even kijken naar mijn tech sfeer. Nou, Japan. Niks mee. Ik heb er niks met Japan. Ook al wil ik wel de Yamato hebben. Yamato is de grootste battleship. De grootste battleship ooit gemaakt. En daarom heeft hij ook deze plaat. Dus echt, in echt deze plaat in diameter 2 meter. Dit is de grootste gouden plaat dat ooit een battleship geplaatst is. De Yamato was de grootste battleship ooit. Maar hij zong dus zijn eerste battle. Maar dit is allemaal air defense. Allemaal. Hier komen bij deze schip komen we gewoon echt niet in de buurt. Dit is gewoon ze zijn ook onzinkbare schip, maar gewoon kijk onder de air defense. Kijk, en dan heeft hij 3 van deze guns en hij heeft 7 van deze. En deze zijn ook weer dingen die je bestuurt. Ah, dit is gewoon een badass van een schip, man. En hij kan vliegtuigen launchen. Nou, applaus. Nou, ik kan heel veel schepen, man. Maar ik heb heel veel gespeeld als USA, Amerika, zoals jullie zien. Ik heb South Carolina voor upgraded, St. Louis voor upgraded, de Chester voor upgraded en de Eri voor upgraded. En ik heb de Samsung. De Wicked heb ik niet voor upgraded, maar ik heb hem wel verkocht. Omdat ik vond, om eerlijk te zijn, vond ik de Wicked eigenlijk mijn... Oh nee, maar ik dacht dat ik verkocht had. Nee, de Wicked moet eigenlijk nog wat meer doorspelen, ik moet nog naar Klaassen toe. En maar ik vind torpedoschepen zo leuk, alleen ze gaan zo snel dood. En ik wil graag de hele battle bike zijn. Dus ik speel heel veel als battleships of als cruiser. En dan heb ik deze, de Phoenix. Die gaat ook wel redelijk snel dood, maar die heb je al 1/2 upgrade en dat heeft heel veel geholpen. Echt heel veel. Nou ja, en dan speel ik onder andere ook als Duitsland. Daar ben ik nu bijna bij mijn, daar ben ik nu bij mijn derde schip. Deze twee zijn voor upgraded, ze zijn ook weer verkocht. Daar heb ik niks aan. En ik heb een heel klein beetje gespeeld op Rusland. Alleen ik weet niet of ik verder wil met Rusland. Omdat Rusland toch niet echt meegedaan heeft in de oorlog. In de Tweede Wereldoorlog. Dus dat zit nog een beetje aan te twijfelen. En nou, de Montana is de grootste battleship van ik graag heb. Ik mag gewoon kijken naar deze guns, man. Ik moet gewoon kijken naar al dit air support. Dat komt me gewoon echt niet in de buurt meer vliegtuigjes. Achterop zelf nog. Ik heb een vliegtuig lounge. Zo'n vliegtuig heb ik nog wat. Dat is gewoon geweldig. Wat is de topspeed van deze eigenlijk? 28 of 4 knots. Dat is best wel snel van het battleship eigenlijk. Dus. Ja. Dit is mooi schip. Ja. Ik wil nog eigenlijk even een battle doen met mijn Phoenix. Nee, met mijn Wicked. Dit is een beetje iets schrijnend. Dit is het met de Wicked weer laten zien. En destroyers hebben een paar bepaalde functies wat andere schepen helemaal niet hebben. De destroyer die heeft torpedo's. Die heeft andere schepen ook wel. Maar
destroyers die kunnen wokes een smokescreen zetten. Dus ze kunnen een heel gebied onder smoke leggen. Dus dan kunnen ze ongelooflijk hard gaan. Dan gaat hij snel harder dan die andere die ik net gezien. Mijn Phoenix. Want een Phoenix die gaat 35,5. Wicked gaat. Normaal speed is 34,5. Maar met engine boost. Oh. Als je engine boost is er weer. Als je weet even wachten op die boost. Nou, het is dan speelde heel veel tijd met engine boost. Good luck and fair seas. Ja, thank you. Nou, en bijna op top shoot. Zo, even op de 34,5 kom op. Kom op, 34,5. Nou, fijt maar niet uit. Nou, kijk hem ook hè, van mijn schoorsteen. En gewoon kijk hem snel van mijn schip. Hey, we gaan nu al sneller dan die andere. En dan heb je zo'n mooie lekker snelheid. Dan ben je onmogelijk om te raken. En we spelen weer tegen bots. Zoals ik al zei, deze heeft torpedo's. En Italiano? Nee. Dus bitch. En dus we gaan hier een beetje omheen. Ja, je begint een heel rood screen schoon. Je doet 20 seconden en dan heb je een heel smoke screen set. Maar hij heeft ook de beste verdediging. Het gaat niet zo goed. Kijk, dit is wat ik bedoel. De spoiler is van heel snel kapot. Kijk, dit is wat ik bedoel. De spoilers gaan gewoon zo snel kapot. Als je torpedo's hebt krijgt, dan heb je zo'n paar hits en heb je zo'n paar kills. Maar als je dat niet krijgt, dan ben je zo de lul. En de enemy team is also capping, zo. So, yeah. Hoop dat mijn brand nog een kill krijgt. Yes! Maar Fire heeft de kill gemaakt. Kijk, dit is wel leuk. Je kan na de tijd die je bent, kun je nog een kill krijgen. Door torpedo's die nog aan het varen zijn. Of omdat je vuur hebt gezet en anders schip in de vuur. Dan kun je zoveel kills krijgen van mij. Nou, niet zoveel. Je kan misschien 1 of 2 kills krijgen. Dus dat is gewoon... dat is gewoon ideaal zo. Dat kan wel ideaal zijn. Nou, ik heb nu een kill. Dus ik ga nu weer gewoon terug naar... extra poort, yes, we hebben niks meer in deze battle. We zijn al dood.
Dus dan is gewoon, ja, dan heb je gewoon zoveel kans op meer XP. Dus dat is wel leuk dat je alsnog de teal krijgt. Zodat het zo onlogisch zijn als je de teal niet kreeg. Maar ook de vuur, dat vind ik wel leuk. Dat is ook al, heb je fik op je vuur, op je schip. Maakt niet uit. Als ik hier fik heb, op mijn schip, maar die gast is dat dood, maar ik ga dood door de vuur. Dan heeft die gast alsnog een punt. Omdat, ja, het is gewoon een punt voor hem. En ik vind het toch wel leuk dat het zo opgaat. Dat is een mooi systeem. Zo wordt er niet punten weggegeven, zeg maar. Dat is wat ik leuk vind. Even kijken, man. We hebben hier mijn crew heeft een level omhoog. Wat een woning. Ik wil even checken dat ik weet dat je getrekt bent. Dat is wel handig meestal. Ik denk dat deze video hier gaat eindigen. Als jullie meer walking dat net video's wil, of nou ja, in dit geval World of Warships of World of Tanks wil zien, laat een like en nou ja, vergeet niet te abonneren op Kamercraft en ja, ik zie jullie waarschijnlijk de volgende keer weer. Joe!